Goed, de allereerste bedrijfsbezetting, daar gaan we het nu over hebben. Dat was de bezetting van de NK-vestiging in Breda, nu 30 jaar geleden. Reden voor die bezetting, de voorgenomen sluiting van het bedrijf. Destijds deed hij heel wat stof opwaaien. Bezetters, bonden, bestuurders en bedrijfsleiding waren dagelijks in het nieuws. Wij gaan nu terugkijken op die bezetting en alles wat er omheen speelde. En dat doen we met een van de leden van het actiecomité van destijds, Koos Dreef, en met journalist Jeroen Terlinge, een van de schrijvers van een boek over die bezetting. Een boek dat nog datzelfde jaar, 1972, verscheen en waarvan maar liefst 10.000 exemplaren zijn verkocht. Welkom, heren. Jeroen, om te beginnen, 10.000 exemplaren van een boek over een bezetting in Breda. Dat is toch ongehoord? Het is veel, ja. Ik denk dat het te maken heeft met de enorme euforie die toen heerste rondom de bedrijfsbezetting. En we hebben dat boek heel snel geschreven, zoals je terecht opmerkt. September was de bezetting en voor Sint-Nicolaas lag het boek in de boekhandel. Met een enorme hoop publiciteit. De presentatie daarvan hebben we gedaan op dezelfde plek als waar de bezetting werd uitgeroepen. Dus heel Journalistiek Nederland die de bezetting had gevolgd, die kwam ook weer voor die presentatie bij elkaar. Het werd in het NOS-journaal aangekondigd. Nou, het verschijnen van een boek in het NOS-journaal is ook niet gebruikelijk. Dus ik denk dat het de publiciteit rondom de verschijning is geweest. Als vervolg op de publiciteit rondom de bezetting die duizenden mensen heeft toen besluiten dat boek te gaan kopen. Ja, want zo'n bezetting toen, dat was heel bijzonder. Ik zei in mijn inleiding al, het was de eerste bedrijfsbezetting. Koos, jij werkte in het bedrijf. Die bezetting kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het begon allemaal al veel eerder, in april. Vertel eens wat er gebeurde, wat de aanleiding was. Het structuurplan, of de aanleiding was, zeg maar al. We hadden al een stukje vermoeden wat er zo begin in maanden, maart, april, wat er aan de hand was. Alleen we kwamen er nog ontzettend moeilijk achter wat er nou precies gaande was. We wisten dus dat er wat bezig waren, binnen dat concern ook. En dat mede ook, zeg maar, door de vakorganisaties, zeg maar, ik meen op 5 april of op 4 of 5 april nog eens een keer inhoudelijk zouden worden geïnformeerd over de situatie. Maar dat zou wel onder geheimhouding moeten gebeuren. Dat heeft men ook niet aanvaard toen. En toen op 6 april, op die bewuste 6 april, toen viel, zeg maar, bij de 1700 medewerkers die daarmee te maken hadden, maar waarschijnlijk ook elders in Emmen en ook in het buitenland. Ja, maar dat had niet alleen te maken met Breda, maar het ging over 6000 arbeidsplaatsen die toen ter discussie kwamen. Kregen wij de brief op de mat allemaal thuisgestuurd met aankondiging dat binnen een jaar, zeg maar, het hele structuurplan wat toen op in kaart is gebracht, gerealiseerd zou moeten worden. Binnen een jaar ontslag. Binnen een jaar enzovoort met de hele afbouw, want dat zou betekenen inderdaad, ja. Ja. En dat heeft nogal de gemoederen natuurlijk in beweging gebracht, mede ook, dat notabene in het voorjaar van 1972 nog een percentage winst was gemaakt binnen die onderneming. Pas ook een hele nieuwe fabriek was gestart, ook in 68 door de minister Economische Zaken, de Nuil. Dus niemand had vaak verwacht dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Ja, er stond daar een hypermoderne fabriek in Breda en die zou gesloten gaan worden. Die zou gesloten worden, ja. Ook nog een stuk van het oude wat er stond, maar die was inmiddels al in een proces van afbouwing. Maar het ging hoofdzakelijk over die nieuwe fabriek die polyestergaren zou produceren, of die produceerde al. En die zou dan, zeg maar, op termijn gesloten moeten worden. Ja. Mede in het kader ook, zoals het toen ook aangekondigd, van een stuk overcapaciteit, zeg maar, in de markt. Nou, die was natuurlijk wel aanwezig, dat is ook wel bekend. Maar dat had waarschijnlijk ook te maken met een soort, ja, politieke strategie die, ja, zeg maar binnen dat concern is uitgedacht. Je kreeg toen direct een hele periode van acties, manifestaties, demonstraties. Ja, ik kan me dat nog goed herinneren dat een paar dagen nadien al een grote meeting plaatsvond in een grote hal in Breda, in Turfschip. Die is er inmiddels niet meer, maar toen nog wel. En waar, zeg maar, de verbitterdheid ook van de mensen, zeg maar, werden kenbaar gemaakt. Ook aan de betreffende vakbondsbestuurders. Die daar een nadere toelichting zou geven, et cetera, et cetera. Ja, maar de vakbond hield zich in het begin nogal afzijdig, hè? Ja, maar de eerste grote manifestaties kwamen ze helemaal niet opdagen. De enige die dat is een hele trieste ontwikkeling geweest. Ja. Die grote demonstratie die vaak buiten ons is georganiseerd in Breda. Breda Solidair heette dat. Waar duizenden mensen, zeg maar, op een zaterdagmiddag van iedereen, ook van de bevolking, vrouwen, kinderen, iedereen die riep er mee. En wat vaak zeer betreurd is, later is dat wel herroepen door de betreffende vakbonden. Maar op dat betreurd was, dat feitelijk niemand van de Drabbers en van Jans en hoe heet die, Rickert van het CNV en ook misschien nog Ger van Os van de Unie, dat die feitelijk daar niet bij aanwezig waren.
Men zag waarschijnlijk een beetje een strijd, omdat natuurlijk mannen vanuit de politiek er wel bij waren. Zeer gerespecteerd iemand mm-hmm. vanuit het noorden des lands, Vree Meijs, die daar meeliep, maar ook waren Kamerleden bij. En achteraf is dat ook betreurd. We hebben dat, ik zat zelf ook in dat comité van de Preda Solidair, mm-hmm. hebben dat ook dat ongenoegen kenbaar gemaakt, dat men daar feitelijk niet had kunnen wegblijven. Ja, Jeroen Terlinge, mm-hmm. jij werkte destijds bij het blad van de Industriebond, hè? Klopt wel, hè, dat de vakbonden destijds op zijn zacht gezegd nog niet zo actiebereid waren. Ja, dat had twee oorzaken. De erfenis van de jaren 50. De mentaliteit van schouders eronder, mouwen opstropen. Nederland moet worden opgebouwd. Daar paste een actie voeren, paste daar niet in. En het tweede, Koos zegt het al, zeker in die jaren was de vakbeweging allergisch voor de EVC, voor de CPN. Als die maar ergens zijn neus vertoonde of het voortouw nam, zoals dat zo mooi heette, in vakbondstaal, dan distancieerde de vakbeweging zich al een beetje. Dus die hebben gewoon zitten slapen. Ja, maar hoe kwam het dat ze dan in dit geval toch in beweging kwamen op een gegeven moment? Wat maakt het wel zo bijzonder? Na die saaie jaren 50 kreeg je in de jaren 60 in het bedrijfsleven een enorme schaalvergroting. Ook door de totstandkoming van de Europese gemeenschap. Dus er werd uitgebreid, er werd gefuseerd, er werd overgenomen. En als reactie daarop begonnen al die grote conglomeraten, die begonnen links en rechts bedrijven te sluiten. De jaren 60 was al een hele golf van ontslagen en bedrijfssluitingen geweest. Van Heist, Bekkers en Bonging in Breda ook. Ja. En dat veroorzaakte een soort onderhuidse onrust. En toen kwam opeens die schok van AXO. En dat is gewoon een soort druppel geweest die de emmer heeft toen overlopen. Maar ik denk dat als de mensen zelf in Breda niet in verzet waren gekomen, dat de vakbeweging er nooit was voor gaan staan. Die waren nog steeds een beetje van, we moeten met z'n allen in goed overleg, moeten we dit land opbouwen. Ja, het kwam wel van onderop. Ja, absoluut. Ja, ja. En dat idee voor die bezetting, wanneer kwam dat nou op? Dat is Arie Lakenveld geweest. Dat is een vakbondsbestuurder. Die dat allemaal zag en die onrust zag. En dacht, ja, we kunnen wel gaan proberen te staken. Maar als een bedrijf sluit en je gaat staken, dan zegt de directie, fijn, dankjewel. En dan zijn we helemaal snel klaar. Dus als het gaat om werkgelegenheid en je wil het open houden, dan moet je een ander actiemiddel ontwikkelen. En hij had vrij veel gelezen over de scheepswerven Clyde in Schotland, waar ook een bedrijfsbezetting was geweest. En hij heeft de aanzet gegeven, al in augustus, tot het bedenken van, als er dan iets moet gebeuren, dan moet het een bedrijfsbezetting zijn. En vervolgens is die kring steeds groter geworden. Ja, ja, Koos Dreef, want jij werkte dus in het bedrijf. Ja. En hoe dacht men in het bedrijf over die bedrijfsbezetting? Jij ging in het actiecomité zitten, dat voorbereiden. Nou, het is inderdaad wat Jeroen zegt. Dat moest natuurlijk zeer intern en ook zeg maar met, ja, toch ook een beetje met geheimhouding worden uitgebroeid. Van of er inderdaad mogelijkheden waren in die kadergroep ook, wat dat actiecomité, om te kijken of er inderdaad mogelijkheden waren om zo'n plant zeg maar over te gaan tot een bezetting. Ja, er was nog niet sprake van productiestop of doordraaien, want je praat natuurlijk wel over miljoenen guldens die toen de tijd er ook zijn geïnvesteerd. Ja, maar in het geheim werd die bezetting voorbereid. Die is dus helemaal met een kaderleden van plus minus 10, 12 ongeveer, kan wat meer geweest zijn, wat minder. Hebben we dat in de Dokter van Mierlostraat, maar ook op het bedrijf. De Dokter van Mierlostraat was het buitencentrum van het actiecomité, zeg maar, in het buitengebeuren. Dat was het bondskantoor of het districtkantoor van het NKV toen de tijd. En wij waren zeg maar in het bedrijf en ook elders bezig om te kijken van met Lakenveld of er inderdaad mogelijkheden zijn. Nou, zo lieverlee is daar dus een draaiboek van opgezet. En toen moest natuurlijk een keer een uur vastgesteld worden. En dat was nodig om dat natuurlijk ook te verbreden. Mm-hmm. En toen hebben wij op een zondagavond net voor die bezetting, dat zou dan geweest zijn de 16e september. Ja. Is er dus in een hotel in Breda is die hele zaak zeg maar doorgesproken met het kader. Onder zeer stringente geheimhouding. Hè, want als dat morgen de dag erop in de krant had gestaan, ja, dan was natuurlijk die hele actie weg geweest. En dat heb ik bijzonder gewaardeerd van de mensen van hoog tot laag. Van alle disciplines die er zaten. Iedereen wist zijn mond te houden. Die wist zijn mond te houden. Tientallen mensen geweest die ervan wisten. Ja. Ja. En dat heb ik altijd bijzonder gewaardeerd. En nog steeds, omdat we dat met elkaar hebben kunnen klaren. Hè, want iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheden erin. Totdat het zeg maar op die manier is gebeurd en totdat het zeg maar op die maandagmiddag, zeg maar dan 18 september, en zouden moeten gaan plaatsvinden. Ja, en toen drongen jullie het bedrijf binnen en mikte de directie eruit. Er waren eruit. Afspraken dus gemaakt. Ik werd belast zelf met het stilleggen van die hele productieketen die daarmee te maken had. En een andere, die had hier weer mee te maken, een stuk logistiek, communicatie, beveiliging, hè, want het is 32 hectare grond.
En ja, naar buiten gebeurde wat Jeroen ook zei. Die was natuurlijk ook zeer actief. Ook vooral in die periode. Hè, wat er ook toen in Duitsland gaande was. En we hadden hier toen de Rode Jeugd. Dus ook dat hele buitengebeuren moest ook goed in de gaten gehouden worden. Want het kon natuurlijk niet zo zijn dat mensen over het hek zou klimmen. En de zaak zouden gaan saboteren van buitenaf. Want, ja, er moest geen geweld bij komen. Daar moeten we niet aan denken, ja, wat dat voor de vakbeweging had betekend als dat inderdaad was gebeurd. Maar dat is allemaal gelukkig niet gebeurd. Nee, goed. Dan wordt het bedrijf bezet. En voor we over die periode van bezetting verder praten, wil ik even wat geluiden van laten horen. Want er zijn destijds ontstellend veel reportages over gemaakt. Luister naar een korte compilatie van enkele van die reportages. Meneer, kunt u vertellen, u hoort hier bij het stakingsleiding of bezettingsleiding. Hoe is het allemaal op dit moment hier? Heel rustig, stemming is goed. En we hopen het zo nog lang vol te houden. Hoopt u het lang vol te houden? Nou, indien nodig. Indien nodig natuurlijk. Tot bittere einde. Hoeveel mensen zitten er nu precies binnen? Ongeveer 500 man. U heeft voldoende eten en drinken? Volop eten en drinken, slaapgelegenheid, alles. Van alles is voorzien. Wat wordt er nu de hele dag gedaan hier? Er wordt gesport, ze kennen kaarten, ze kennen alles doen. Dames en heren, mag ik even uw attentie? Er is een verzoek gedaan van de portier of de heer Pollemans van de Artszilk bij de portier wil komen, omdat zijn vrouw aan het hek staat. Ja. Mevrouw, u heeft zojuist contact met uw man, hè? Ja, die zit binnen. Hoe vindt u dat? Ja, hij vindt het niet erg. Je moet er wat voor doen, hè? Zo kon het ook niet blijven. Hey, zo was het ook niet om te werken. En als het heel lang gaat duren? Ja, dat wordt natuurlijk wel moeilijker. Nou, ik sta achter jullie. Ik sta achter Denka. Mijn man heeft er ook 25 jaar gewerkt. Die heeft nou toevallig ander werk kunnen krijgen. Maar het was niks hier. Volhouden hoor, al is 6 weken. Laat ze buigen hoor. Laat ze maar buigen. Mensen roepen elkaar gemieten. Even zingen we allemaal. Allemaal hetzelfde liedje. Is de schuld van kapitaal. Ja, dat hoor je niet meer tegenwoordig. Nee. Het was prachtig om dat toen ook te horen. Nou. Ja, het was veel solidariteit. Je hoorde nu buiten de poort stonden allemaal solidaire vrouwen. Die gingen ook demonstreren in Den Haag, maar ook in het buitenland. En als ik heb een heleboel van die reportages zitten luisteren. Ook bij alle journalisten heb ik het idee, of ze nou van de AVRO, de KRO, de VPRO, alles, de VARA zijn. Overal sympathie. Ja, klopt. Ja. Klopt. Misschien dat de bezetters die binnen zaten, zoals Koos, daar niet zo ontzettend veel van merkte. Maar jij kwam ook veel buiten, Jeroen. Ja, we probeerden dat natuurlijk. Kijk, een bezetting organiseer je, het klinkt wat oneerbiedig, ook om de publieke opinie te mobiliseren. Dus bij het organiseren van zo'n bezetting ben je van begin af aan gespinst op de maximale publiciteit. En dat kun je doen door mensen exclusief naar binnen te loodsen voor een speciale reportage. Kees Slager heeft dat mogen doen als dank. Dat was namelijk de enige journalist die van tevoren wist dat er een bedrijfsbezetting zou plaats hebben. En die hebben we maximaal onder druk gezet om niet uit te zenden, want anders was de bedrijfsbezetting afgelast. En hij heeft ook niet uitgezonden. En als dank daarvoor mocht hij dan weer een reportage maken binnen het bezette bedrijf. We zijn met bussen, met enige regelmaat, met persvertegenwoordigers het bedrijf opgegaan. Om ze aan de ene kant zoveel mogelijk geluid en beeld en tekst te geven. En aan de andere kant ook duidelijk te maken hoe de mensen om wie het ging het zelf beleefden. Ja. En intussen werd buiten natuurlijk ook druk onderhandeld. Ja, politiek onderhandeld. Kijk, de eis van de bezetting was dat structuurplan waar we het al een paar keer over gehad hebben, dat van tafel zou verdwijnen. En ja, je kunt net zo min als je een beetje zwanger kunt zijn, kun je een half structuurplan onder de tafel laten verdwijnen. Dus er werd eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel onderhandeld. Het is zo grappig om te horen na al die publiciteit dat uiteindelijk die bezetting 5 dagen heeft geduurd. Maandagmiddag begon het. Dinsdag was het Prinsjesdag. Toen was de aandacht van de journalistiek ook heel erg op Den Haag gefocust. En donderdagavond kregen we al het besluit dat de raad van bestuur van AXO inderdaad dat structuurplan van tafel heeft gehandeld. Dus er gebeurde verschrikkelijk veel, maar niet op het onderhandelingsfront. Ja, het was razendsnel weer afgelopen. Toen op zaterdagochtend kwamen de bezetters weer naar buiten. Ja. Koos, jullie kwamen zingend naar buiten. Weet je nog wat jullie toen zongen? Nooit meer doen kraaien, of was dat... Nooit meer doen, Kraaienhof. Zo ging dat zeg maar in een refrein.
Vooral richting de poort, hè, want er stonden massa mensen stonden daar. Met bloemen en dat allemaal. Enorme publiciteit ook. Ja. Net wat Jeroen zei. Dus ja, dat was een zeer emotioneel moment toen de mensen zeg maar, daar met tassen en bonbons en nou goed, nog wel een fles drank erbij. Toen zeg maar, die zaak is beëindigd. Ja, dat moment maar, hebben we ook nog een opname van. Dat wil ik ook nog heel even laten horen, want dat is inderdaad heel mooi. Laten we dan naar luisteren. Het is overigens Kees Slager. Dit is Kees Slager. Tot zo ongeveer de laatste minuut toe hebben de bezetters van de NK Breda de zaak werkelijk perfect georganiseerd. Vanochtend omstreeks 9:15 trokken ze als een enorm mannenkoor van 465 bezetters op naar de hoofdpoort. Ze zwaaiden met bossen rode chrysanten en ze zongen alsmaar die ene dreunende regel. Nooit meer doen, Kraaienhof. Achter het hek verdrongen zich duizenden opgetogen vrouwen, vrienden en kinderen. Uit België was zelfs een complete stoet met versierde auto's aanwezig. Maar toen het hek eenmaal met enige moeite geopend was, konden ook de bezetters hun emoties niet meer de baas. Ze vielen elkaar huilend en zoenend om de hals. En vakbondsleiders dankten met rode oogjes de leiders van het actiecomité van NK Breda. Bedankt, hè. Het was enorm. Ja. Ja, Koos, ik heb zo'n vermoeden, maar je moet toch maar even vertellen, wie was die Kraaienhof nou? Kraaienhof, ja, dat was iemand die zeg maar in het hoogste orgaan van de top van Akzo Nobel. Voorzitter van de Raad van Bestuur, toen de tijd van Akzo. En die zijn toen een paar jaar van tevoren gefuseerd. En ja, dat was dan de man die mede ook zeg maar de plannen heeft uitgedaagd. Ja. Het aardige was dat zijn rechterhand, dat was ene meneer Bakkenist. En daar hebben we als vakbeweging heel erg veel aan te danken gehad. Die wist werkelijk met ieder antwoord op iedere vraag van de journalist, wist hij nog weer olie op het vuur te gooien. Echt een houtdegen van de ouderwetse soort. En iedere keer dat die man in de publiciteit kwam, werd de actiebereidheid alleen maar groter. Ja. Ja, goed. Maar na 5 dagen dus met succes afgerond die actie. Ja. En dan besluiten jullie direct een boek daarvan te maken. Waarom? Ja, om Aad van Kortenbergen, mijn collega met wie ik dat heb geschreven. Dat was collega van het Vrije Volk. Die zat toen bij het Vrije Volk en had veel meer dan ik de zaak van buitenaf bekeken. Ik zat voornamelijk binnen en een beetje de Trade Union naar buiten toe. Dus we vertegenwoordigden allebei een deel. En we dachten, we waren bevriend, we kennen elkaar goed. We dachten, nou, als we dat samenvoegen wat jij hebt meegemaakt en ik heb meegemaakt, dan, gezien de euforie die er ontstaan is, moet dit een publiek kunnen vinden. Daarbij kwam dat we het ook, dat klinkt wat overdreven misschien, van historisch belang vonden om deze eerste bedrijfsbezetting, die zo succesvol was geëindigd, heel goed gedocumenteerd vast te leggen. Ja, ja dat schrijven jullie ook. Hè? Dat toekomstige historici zullen er onvermijdelijk naar teruggrijpen. Nou, maar zit jullie hier niet voor niks ook, vandaag natuurlijk. Jullie schrijven ook dat het voor toekomstige bezetters verplichte lectuur is. Ik heb de titel nog niet genoemd. De ondertitel van het boek is Handboek voor Bezetters. Jullie wilden er ook een soort handleiding van maken. Klopt, hè? Ja. We voorspelden, dit heeft zo'n succes. Er zitten meer bedrijfssluitingen aan te komen waar, zoals gezegd, stakingen niet tegen helpen. Dit zal dus vaker gebeuren. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde en daar is ook, weet ik, menigmaal ons boek uit de kast gehaald om weer eens te kijken waar moet je om denken, wat moet je vooral niet vergeten en dat soort praktische tips. We wilden er ook mee voorkomen dat het een botwapen zou worden. Als je dat om de 2 weken doet en ieder Brabants leerlooierijtje een bezetting gaat organiseren, dan kan dat nog steeds heel goed zijn voor het zelfbewustzijn van de mensen die ermee te maken hebben. Maar je doel, de publieke opinie mobiliseren, dat lukt natuurlijk niet meer bij de 10e bezetting. Krijg je niet op dezelfde manier het hele circus zo in beweging als wij er destijds in slaagden. Ja, maar gebeurde dat? Er zijn een aantal bezettingen geweest. Daarna nog. En dan krijg je op een gegeven ogenblik de jaren 80 met de economische romslomp. En toen werd er nog gestaakt, nog aan bedrijfsbezettingen gedaan. Dus op een gegeven moment heeft het middel zichzelf overleefd. Ja, want Koos, als je uiteindelijk terugkijkt, heeft die bezetting nou wel zoveel uitgehaald? Want 10 jaar later is die NK in Breda toch dicht gegaan. Jij bent toen naar Ede verkast. Ede gaat nou ook dicht. Ja, helaas. Ja.
Ik heb daar nog niemand over bezetting gehoord. Zou dat nog kunnen komen? Nee, want die sluiting is pas volgend jaar. Nee, nu niet meer. Het is de zaak wat de Ede betreft is nu afgedaan. Er is een advies uitgebracht van de lokale OR. En met de vakbond is er dus een sociaal plan overeengekomen. Maar daarvoor, een jaar of 4, 5 daarvoor, toen was er opeens sprake tot die locatie in Ede, die moest gehalveerd worden. Omdat zeg maar een deel van de productie, toen werkt ongeveer zo'n 1200 medewerkers. Mm-hmm. Er zou zo'n 600 medewerkers zeg maar hun arbeidsplaats gaan verliezen. Omdat de productie vanuit de textiele kant dat overgeplaatst zou worden naar een plaats in Polen, naar Gorsow. En dat zou natuurlijk een enorm aanslag hebben betekend, zeg maar ook in dat bedrijf. Nou, ook daar was ik natuurlijk weer betrokken gewoon bij. Ja, nou, je zit gewoon met gebrek aan kader. Dus daar hebben we ook weer met z'n allen geprobeerd om daar wat inhoud aan te geven. En toen, maar het probleem daar was, een deel van het bedrijf moet open blijven. En een andere deel dat zou moeten sluiten. Dus wij hadden grote problemen binnen ons eigen ledenbestand en kaderbestand. Diegenen die moesten blijven, die zegt zo snel mogelijk die 600 mensen maar afvoeren. Want dan behoudt ze de continuïteit van de overige werkgelegenheid. En de andere kant, die zei dus waar het om gaat, er zou zeg maar actie moeten gebeuren om te komen tot behoud van onze arbeidsplaats. Waar ook veel collega's vanuit Marokko werkten en ook uit Turkije. En toen in dat actiecomité, die ook iedere week daar vergaderen, toen is nog wel eens gekeken en met elkaar is van gediscussieerd op basis van wat de notities die we dus gemaakt hadden. Of te kijken van, zou je moeten kijken of naar een staking, of zou je moeten kijken naar een bezetting. Nou, een bezetting was gauw al gezegd, we kunnen het haast niet doen. Omdat je feitelijk een deel van het bedrijf, dat moet nog open blijven. En een ander deel, dus we moeten daar feitelijk in dat circuit, moeten we proberen via zeg maar onderhandelingen, hard onderhandelen, om toch de directie zeg maar toch van andere gedachten te brengen. Ja, en dat heeft dan toch geleid tot van die 600... toch zo'n 300 mensen weer konden blijven en een stuk van dat textiele afdeling tot die dus gewoon in Ede bleef. Maar daarna kwam ook weer grote problemen. En ja, ik ben zelf in 1999 toen met de FUT gegaan. Maar ik heb daar nog wel wat advieswerk kunnen doen, ook met de collega's van de ondernemingsraad er ook, om hun bij te staan ook in hetgeen zeg maar. Ja, en dan komt er een moment, de mensen waren echt wat murf. Hè, die zeggen, we hebben al zoveel meegemaakt. Geef ons nou maar een goed sociaal plan en laat dan maar gaan wat er gebeurt. Ik heb er zelf ook nog 2 jongens werken die er ook mee te maken hebben. Dus ja, dat is een hele trieste zaak geweest. En nog. Ja. Ja, want het is nu gebeurd met NK Ede. Jeroen, jij bent jarenlang bij de bond in dienst geweest. Als journalist daarna naar Vrij Nederland gegaan. Maar je hebt die vakbonden nog steeds in de gaten gehouden. Zijn we nu weer terug bij af als het over de rol van de vakbeweging gaat? Zijn ze weer net zo tam als voordat die eerste bedrijfsbezetting begon? Kijk, de veranderingen die nodig zijn in de samenleving zijn nu van een heel andere aard. Dat is veel meer een kwestie van arm en rijk, Noord-Zuid. En ik zie in onze samenleving maar heel weinig krachten die op dat punt echte veranderingen willen. En daar is de vakbeweging een afspiegeling van. Dus ja, de dood in de pot een beetje. Ja, een sociale ANWB. Zoiets, ja. En dan nog marginaal. Goed. Maar wat ik toen even misschien mag aanvulling naar Breda's heb meegemaakt, dat was nou juist die solidariteit. Of je nou lid was van het NKV of van de Unie. We hadden ook Spanjaarden erbij zitten, Italianen, die deden ook gewoon mee. Daar heb ik ook groot respect voor gehad, voor die mensen. Mm-hmm. We hebben dat met elkaar gedaan. En wat er in dat buitengebeuren, want er was natuurlijk in dat buitengebeuren toch wel een conflict, hè, tussen Groeneveld en Piet Brussel, enzovoort, enzovoort. Nou, het ging er ons om. Hoe kunnen wij de solidariteit met elkaar het eens houden? Nou, als we met elkaar het eens waren, nou, dat is dan ook ontwikkeld hoe dat ontwikkeld is. Ja. En ja, dat heeft dan geleid tot hetgeen wat er gebeurd is. Dus ik ben... Ja, maar goed, dat gebeurt nu dus niet meer. Koos Dreef en Jeroen Terlinge, bedankt voor jullie komst naar de studio. Volgende.